Ik heb nog een prijsvraag, ja. Wat? Maar we blijven er gewoon vrij makkelijk. Ron, je hebt gelijk. Het is 2 november, we staan op een uitverkocht kasteel. We spelen vanavond tegen PSV. Ik bedank Biercafé Walenburg en Stay at Work voor hun steun. Verder hebben we kijkersvragen. We hebben iemand die we in het zonnetje gaan zetten. En jawel, Beks Bierhoekje straks. Beks Bierhoekje. Elke eerste editie van de maand. Dit is Bosselaar TV. Ja, Michiel. Ja, dat ben ik. Je hoorde me net zeggen, we gaan iemand in het zonnetje zetten. Eigenlijk was jij dat. Waarom? Jij bent onder andere vrijwilliger van het jaar geworden. Ja, nee. Een groep georganiseerd door Peter van der Zwan. Jazeker, maar je hoort erbij. Ja, dat is leuk. En het was ook erg leuk dat Wouter toch weer even bij was. Want we hadden natuurlijk alleen maar gehoord dat hij niet meer kon komen. En dan vraag je af hoe iemand erbij loopt. Ja, even voor de mensen die helemaal niet begrijpen waar het over gaat. Er is een groep supporters, geïnitieerd door Peter van der Zwan, die toen Wout Holverda Alzheimer kreeg, gezorgd hebben dat hij gehaald en gebracht werd naar de wedstrijden van Sparta. En een van die groep was jij. Ja, dat klopt. En graag gedaan. Kleine moeite. En volgens mij probeert Peter van der Zwan en ook familie van Wout nu toch wat meer aandacht te krijgen voor Alzheimer en dementie. En mensen er toch nog zo lang mogelijk bij blijven betrekken. En ik denk dat je als Sparta trots mag zijn dat zolang als het kon gebeurd is. Nou ja, meer kun je niet doen. Hey, we spelen vanavond tegen PSV. Ik zag een interviewtje met Mohamed Rahi. Die zegt, ja, we spelen eigenlijk met oud-PSV tegen het PSV van nu. Er zitten heel veel PSV, oud-PSV's in de Sparta-selectie. Waaronder 2 huurlingen, Pirou en Rigo. Met dan als kleine kanttekening dat onze oud-PSV'ers de basis nooit gehaald hebben. Dat is een klein detail. Ja, nou, dat brengt me gelijk bij een vraag die een kijker stelde. Ik dacht dat het Pim Happel was. Ja, we hebben nu huurlingen, zoals Pirou en zoals Dante Rigo. En die zitten eigenlijk onze eigen spelers in de weg. Met name Rigo lijkt mij de Roy Duarte uit de basis te houden als Smeets afwezig is. Ja, goed. Ik vind ook dat we niet snel moeten oordelen, want ik heb Rigo ook mooie dingen zien doen en goed zien spelen. Maar dit is natuurlijk wel de bedoeling dat je jeugd doorstroomt, daar ben ik het mee eens. Maar aan de spitse kant denk ik ook dat Pirou goed anticiperen was op eventueel vertrekkende spitsen. Ik vind dat Henk van Steden hartstikke goed doen. Dus niet alles lukt. En dat krijg je als je moet shoppen met een lege portemonnee. Hè? Nou, verder zit de sfeer er goed in tegen PSV. We zagen net buiten al de Corteo langskomen. Ja. Erg cool. Ja. Zag er goed uit. John uit Bonaire, die heeft weer iets geconstateerd. Maar John van Eyck, en die heeft geconstateerd en die heeft er eigenlijk wel gelijk in. Of eigenlijk, hij heeft gewoon gelijk. Sparta heeft dit seizoen nog niet gescoord uit een standaard situatie. Dat is opmerkelijk, toch? Nee, ja. Ja, ik weet ook niet hoeveel standaard, hoeveel van die vrije trappen dingen we hebben gehad, maar... Nou ja, we hebben ook corners gehad en een penalty bijvoorbeeld. Klopt. Maar corners, gemiddeld is 1 op de 16 gaat erin, hè? Dat is de statistiek voor corners in het algemeen? Ja, ongeveer. Er was een tijdje terug dat ik zo'n boek had gelezen erover. 1 op de 17 of zo. Iedereen denkt dat het een hele grote kans is, dat is niet de praktijk. Ja, als je 20 goede koppers in je team hebt, dan wordt die kans wat groter. Maar bij ons denk ik dat dat niet zo is. Nou, de laatste die er lekker in zat was van Ouassar in Doetinchem, toch? Dat was prima, alleen of dat nou zo goed verdedigd was, dat vraag ik me ook af. De verdediger is nu in de Eredivisie, dat is een niveautje hoger. Hè? Maar in principe moeten we met Vriends, Matthij, Ache, moeten we toch wel een aantal... Ik vind Davies Oglu ook een goede kopper, beter dan Veldwijk. Zeker technisch een hele goede kopper, ja. Dus moeten we er een aantal hebben, maar ja, goed. Ik denk niet dat we daar conclusies uit moeten trekken. Ik vond juist dat tot nu toe best wel veel scoorde. En hoe we dat dan doen, dat maakt me niet zoveel uit. Het is net als tegen Feyenoord in het begin van het seizoen. Als we een keer kans maken tegen PSV, is het vanavond. Ja, oké. Ja, zou kunnen. Maar ik denk, het moet gewoon meezitten. Je moet laten we hopen dat Harouz de wedstrijd van zijn leven heeft. En dat er een bal een paar keer, dat we er gelukkig op voorsprong komen. Dan kan het leuk worden, ja. Nou, ik wou net over Harouz beginnen. Want die heeft natuurlijk nu een paar wedstrijden om zich in de kijker te spelen. Tegen PSV lijkt mij voor hem bij uitstek de mogelijkheid om via Springplank Sparta een trapje hoger te komen. Ja,
Nou moet hij het laten zien. En, ik heb tegen Volendam niet gezien, maar ik begreep dat hij prima deed. Ja, was heel goed. Dus dan moet hij nu maar even voortrekken. Ik zie hem graag allemaal bal uit de kruising tikken. Zo, tegen Volendam had hij een duik, jongen. Echt geweldig. Ja, maar dat wist ik dat hij daar. Ik denk dat, wat ik zei, dus als lijnkeeper weet ik niet of hij beter dan Koremans is. Maar ik heb in die filmpjes zie je dat hij wel waanzinnig kan vliegen, zeg maar. Ja. Ja, leuk. Van Beveren-achtige duik hebben we hem op betrapt. Ja, ja, ja. Een Dassaaier-achtige duik. Ja, schitterend. Maar laat het maar doen. En ik hoop op een... ik zeg altijd dat we winnen sowieso nu. Dus nu ook weer. En dan hoop ik ook nog op een thriller. 3-2. Laatste minuut Veldwijk zeker? Ja, is goed. Ja, prima. Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik denk echt dat we gaan winnen tegen PSV. Ook al zijn ze gehavend. Maar spektakel hou ik ook van. Dan zeg ik 3-3. Prima. Prima. Het gaat toch niet ook om of wij wat denken. We zijn Sparta supporter, toch? Ja, realisme is niet altijd leuk. Okay. 7-3. Goeie. 7-3. Prettige wedstrijd. 3-2. Hebben we nou focus? Ik zie geen focus. Ja, Michiel, dan sta je 2-1 voor tegen PSV. Ja. En dan ben je gewoon op jacht naar 3-1. Dat is op zich toch al prachtig. Nou ja, PSV was op jacht naar de gelijkmaker. En wij hebben heel veel omschakelingen gehad waarin we het uit hadden kunnen spelen. Ja. Maar volgens mij moet de algemene teneur zijn dat we trots mogen zijn op een wedstrijd waarin hartstochtelijk gevoetbald is. We hebben een aantal voetballers gezien, ook zo Haroui die heel gewoon moeilijk in de wedstrijd zat, maar wel keihard werken. En dan komen er ook ballen waar je iets mee kan. Het is heel zuur dat die goal nog zo laat valt. Ja. Als ik denk aan wie ik de beste man van de wedstrijd vond, met afstand Ouassar. Ouassar vond ik heel goed. Ik vond Smeets ook wel heel erg goed. Hij was op een gegeven moment duidelijk op. Maar voor mij blijft hangen dat je zoveel omschakelmomenten hebt, zoveel aanvallen hebt gehad. Ik denk als je wat minder nerveus bent of wat rustiger nadenkt, dat je ze gewoon uit kan spelen. En ja, er zijn er 4 of 5 van geweest dat je denkt van nou gaat hij erin. Hey, maar als je zo speelt en die gretigheid hebt, dan kun je toch echt in het linkerrijtje terechtkomen? Jawel. Ja, goed, ik plaats 10 tot 12 vind ik prima. En dat kan echt wel. En inderdaad, als je met deze overtuiging speelt, dan zijn er heel veel... Kijk, maar van Utrecht hebben we ook niet terecht verloren, vind ik. Dus dit soort dingen heb je ook wel nodig om je gesterkt te voelen, om tegen goede ploegen in ieder geval niet bang te zijn. Ook uit. Je kan tegen heel veel ploegen, kun je gewoon als het een keertje mee zit, kun je gewoon punten pakken. Nou, wat me opviel, vooral in de eerste helft, Sparta had totaal geen ontzag voor PSV. Nee, maar ja, dat moet ook niet natuurlijk. Je moet er gewoon inklappen. Ja, maar dat moet je hebben, toch? Ja, dat was prima. En dat was deze wedstrijd stukken beter in orde dan de 3 voorgaande, vind ik eigenlijk. Dan zijn we er dus een beetje klaar mee. We kunnen wel blijven herhalen, maar we mogen hier toch trots op zijn. Het is gewoon knap dat we dat gedaan hebben. Super trots, man. Ik heb een geweldige avond gehad. Wat ik zei, mijn voorspelling 3-2. Nou, dat was. Ik voorspel altijd overwinningen, soms tegen beter weten in. Maar ja, hoe vaak heb ik inderdaad niet na PSV gedacht van nou, zo goed vond ik ze niet. Maar ja, het was wel 1-3 of 1-4. Ja, nu is dat dus een punt. Mooi. Zullen we rustig na gaan praten? We gaan ontzettend napraten. Ik ben heel erg benieuwd naar Beck's bierhoekje. Wat daar allemaal gebeurt. Waar zou het zijn? In de Bosselaar. Bosselaar. Vincent Beck. Hallo Hans. We staan hier in Beck's bierhoekje. Eerste editie van de maand. Wat is het nieuwe bier van de maand? Het flesbier hebben we van de maand. En we hebben het tapbier van de maand. Het flesbier van de maand is het Stout Hert. Uit Veilen. En we hebben een fantastische op tap, een Zundert 10. Dat is echt een fantastisch bier. Je moet hem even wat warmer laten worden, want hij is heel koud als je hem serveert. Maar hij moet even bidden dat hij warm wordt. Een fantastische trappist, uniek dat we hem op tap hebben, de Zundert 10. Nou, ik heb hem geproefd, hij is inderdaad fantastisch lekker.
Je hebt nog een prijsvraag of niet? Ik heb nog een prijsvraag, ja. Wat kunnen we winnen? We kunnen een waardebon winnen voor Café Walenburg van 25 euro. Hans? Daar zijn we weer! Jazeker! Heb je misschien nog een woord van de dag? Ja, dat heb ik zeker. Onterecht, niet redelijk, niet eerlijk. Heel simpel. We waren zo goed vandaag. We waren echt zo goed. Ik was echt gewoon onder de indruk. Ben ik echt serieus. Ik was echt onder de indruk van Sparta. We hebben het veldoverwicht gehad. We hebben veel meer kansen gecreëerd. En dan ga je toch had ook een mooi woord geweest, biedt de brug op. We hebben niet verloren, hè? We hebben niet verloren, maar we hadden echt gewoon moeten winnen. Floris. Dag Hans. Wat vond je van deze wedstrijd? Ik heb eigenlijk enorm genoten. Ik vind het heel jammer dat we het helaas net weggeven. Maar ja, volgens mij moet je zo als mindere ploeg tegen een topploeg spelen. Dat hebben ze echt heel, heel goed gedaan. En de vraag is, kijk even naar dit shirt. De Tuin der Lusten. Even een culturele vraag tussendoor. Mag wel in een voetbalavond. Van wie is het schilderij De Tuin der Lusten? Waar kunnen de inzendingen naartoe? Dat zetten we op Twitter. En de goede antwoorden, daar lood ik een prijswinnaar uit. Ron Essen zei, ik denk dat het woord van de dag is, trots. Nou, dat ja. Ron, je hebt gelijk. Het is ook trots. Maar onterecht moet dan ook een woord zijn waarvan ik zeg, dat hangt eraan samen. Ik ben ook echt trots. Nou, wat ik echt heel goed vond was Rai. Die heeft zich werkelijk helemaal een ongeluk gelopen. En ja, heeft echt heel goed gespeeld. Prachtige goal natuurlijk ook. Althans, was een hele goede goal en op een fijn moment. Ik heb een leuke wedstrijd gezien. Ik heb me alleen geërgerd, Hans. Vertel. De trom trok ik al een tijd niet. Maar nu ook nog een megafoon erbij. Ik ben er klaar mee. Ik had een vriend van me meegenomen uit Oudenbos. Dat is een rugbier. En die is voor Zuid-Afrika. Dus Lars. Hè? Lars is ook in Zuid-Afrika. Dus dat is leuk. Maar die zei van, ik hou van Smeets. Nu al. Dat is mijn man of the match. Ik zei, hoezo dan? Hij zegt, dat is een bikkelaar. Die heeft longen. Dat is niet normaal. En dat heb ik ook bij Smeets vandaag gezien. He was everywhere. He was echt everywhere. Nou ja, ze hebben heel hard gewerkt en eigenlijk wel goed gevoetbald. Jammer dat we dan net op het einde het niet uitspelen. Maar ja, het is jammer dat we het weggeven. Nou ja, we geven het niet eens weg. Zij maken 2-2. Maar het was heel goed. Het was gewoon echt heel goed. Een heel goed Sparta. Jammer dat we in de laatste minuut toch weer net die goal tegenkrijgen. Maar een fantastische voetbalavond. We hebben echt gestreden om elke meter grond. En de PSV was eigenlijk helemaal niks. Ja, Appie was goed. Davy Soglu was goed. En nou ga ik echt buiten mijn boekje. Ache was echt goed. Dat was echt niet normaal. Hij laat vandaag zien dat hij techniek heeft. Een hakje heb ik gezien. Een doelpunt heb ik gezien. Op de juiste plek. Assist? Nee, dat was dat hakje toch? Die assist? Was dat een hakje? Volgens mij was dat een hakje. Het was in ieder geval een bijzondere assist. En dat kan die dan. Dus meneer Ache, super gespeeld vandaag. Ik vond Ache heel goed. En wat ik eigenlijk heel mooi vond van de Ache was voor die 2-1 dat hij het zag. En dat hij hem gaf. Dat was toch fantastisch. Ik bedoel, normaal denk ik altijd, hij gaat hoog springen, hij gaat hard rennen en weet ik veel. Maar hij heeft dus ook voetbalintelligentie. Ja, geweldig gedaan. Echt heel mooi. Nou, ik vond Smeets, daar hebben ze een week zuurstof in gegooid, geloof ik. En ik vond Faye ook goed. Ja, ik vond eigenlijk weinig slechte spelers deze wedstrijd. Stonden allemaal goed op de plek. Het kwam allemaal, de puzzel was in goede. De puzzel was goed uitgelegd. Als we zo blijven voetballen, waar gaan we dan eindigen? Linkerrijtje. Echt linkerrijtje. Maar dan gok ik wel onder de Europese grens. En als we dat wel doen, ik denk dat de aanvragen best groot worden om op reis te gaan met z'n allen.
Zeg maar, na de top 1 is het zeg maar een vrij brede eredivisie. En nou ja, hier komen een hele hoop ploegen mee zo. Maar het is wel lekker natuurlijk als je dan tegen een ploeg speelt die de bal wil hebben. Dan kan je reageren. En dat is wel fijn. Als we zo blijven voetballen, dan halen we Europees voetbal. Als we, ja, nee, dat echt. Dan gaan we... Dan zijn we bij, zitten we bij de eerste 8. Maar je zal nog een paar wedstrijden krijgen dat je toch wel lastig krijgt. Vitesse krijg je lastig. Maar als je zo speelt zoals nu... Je hebt gewoon een goed elftal. Je hebt echt gewoon een goed elftal. En als je zo speelt zoals nu, gedegen en scherp... dan hoef je geen wedstrijd te verliezen eigenlijk. 2-2 is zo onterecht, maar goed resultaat. Maar ik ben wel een beetje droevig dat het 2-2 is.